Gaat het gebeuren? Ik ben heel benieuwd. Nee. Helemaal los. Hallo, een hele goede morgen. Happy Friday. Ik heb alweer eventjes gewerkt vanochtend, maar niet gedaan wat ik wilde doen. Want deze was laat wakker en toen moest ik hem voeden. En Jola was vroeg wakker en toen lag ik wakker. En eigenlijk had ik beter meteen kunnen gaan werken. Jola die gaat vandaag zwemmen met een vriendinnetje. En daarna bij haar logeren. En Bart die gaat naar Tomorrowland. Die is nu bij zijn vrienden. Ze gingen even samen ontbijten en dan gaan ze naar België, naar Boom. En dan slapen ze in een hotelletje vanavond. Dus die is ook niet thuis vannacht. Nou, zijn wij gewoon met z'n tweetjes vannacht. Oeh, leuk! Dat is lekker, hè? Lekker bijten. Zitten daar tandjes aan te komen, schat? Het is wel duidelijk waar je last van hebt, hè? Kijk, Jola. Hij heeft er echt last van, want als ik dit doe, begint hij helemaal te kwijlen en heel hard te bijten. We moeten een bijtringetje voor hem hebben. Dex heeft zijn nieuwe koekapakje aan. Oh gosh, hoe lief is dit? En niet alleen hoe lief, maar ook nog eens hoe zacht. Ik denk dat deze man hier heel veel plezier van gaat hebben. Hè? Het zit zo lekker. Jongens, ik heb net dus een jurk ontvangen. Die heeft iemand, echt super lief, via Instagram naar mij toegestuurd. Die zelf een webshop heeft. Ik moet zeggen, ik zou hem zelf dus helemaal niet zo snel gekocht hebben. Maar nu dat ik hem aan heb, vind ik hem echt super fijn. Hij is echt mooi. Het is misschien een beetje een rare lengte. Maar boeien, het kan wel, denk ik. Heel erg handig wanneer je borstvoeding geeft. Ik zou bijna denken, oh, ik ben toch alleen, wat boeit het. Ik pak gewoon even iets ongezonds. Ik kan me trouwens ook heel goed voorstellen hoor, dat mensen die altijd alleen eten, dat die veel minder vaak gezond eten. Ik ga even iets maken, toch maar voor mezelf. De tijd helemaal met dit warme weer. Omdat de zon is zo fel en hij kwam zo laat pas vandaag. Dat ik gewoon het gevoel heb dat het nu middag is. Het is echt, het is gewoon al 7:45. Hey, I'm back in the edit mode again. En muziek luisteren, vet chill. Jack slaapt. Goedemorgen, daar zijn wij weer. Jax is best wel wakker geweest en ik ging zelf natuurlijk ook een beetje laat slapen. Dat is niet zo slim van mij. Dus een beetje moe ben ik en een beetje misselijk. En toen dacht ik, nou ik moet toch echt even wat eten. Dus toen ging ik muesli eten met melk. amandelmelk, maar die bleek niet meer goed te zijn. Dus nu ben ik nog misselijker.
had maar één hap genomen hoor, maar... Waar is papa nou, hè? Papa voor het eerst een heel nachtje weg. Dat is echt heel erg gek. Voor mama ook. Helemaal alleen met Jax. Zo gezellig. Oh, kijk eens hoe leuk. Helemaal gestyled door Merel. Wat ben je toch een goede stylist? En hier hebben we Marcelina. En Nicola. Hoi. Zit je lekker, Jax? Jeetje, wat is die alweer groot zo, hè? Bart is weer terug van Tomorrowland. Yeah. En hij is alleen, heeft alleen maar oog voor Jax. En voor jou. En voor mij. En voor Yola, die heb ik net gedacht. Zeg maar. Het is, we zijn net allemaal filmpjes aan het kijken geweest van vette, vette Tomorrowland. Wow, het was echt een van de vetste Tomorrowlands ooit. Jammer dat mijn schatje er niet bij was. Dan was het echt de ik beste. Ik wou al zeggen, je kan niet zeggen het was de vetste. Het was één van de vetste. Als jij erbij was, dan was het de vetste geweest. For sure. Toch, Jax? Ja, jij gaat ook als je 18 bent mee naar Tomorrowland toe. Lekker te kwijlen? Lekker te kwijlen. Zie je lekker te kwijlen? Bart weet helemaal niet wat het is, maar ik ben even snel naar de HEMA gegaan. Een bijtring, Bart. Een soort gel in of zo. Ja. Geef maar aan hem. Nee, je moet eerst koel maken. Deze heb ik ook bij de HEMA gekocht. Voor zijn hapjes, lepeltjes en meeneembakjes. Deze bakjes, om makkelijk ja, op te bergen als je het zelf gemaakt hebt. De hitte is nu echt op de overtreffende factor. Blablabla. Ik kan niet eens meer normaal praten. Maar ik wil wel iets aan jullie laten zien. Ik heb namelijk weer een nieuwe goodie box. En die mag ik gaan unboxen en aan jullie laten zien wat erin zit. Lief hè, ik heb deze meiden laatst ontmoet. Ja, ze vroegen dat of ik dat wilde. Nou, tuurlijk wil ik dat. Hè? Wie niet? Ik vind die doosjes heel erg leuk. Want elke keer is het dus een ander kleurtje. Dus als je dit elke maand ontvangt, dan kun je het op een gegeven moment zo op elkaar stapelen. Vind ik leuk. Leuk over nagedacht. Tada! Hi Disney, geniet van deze Beauty Around the World box. Hopelijk zit er nog iets lekkers bij voor op vakantie. Eten van vandaag. Eet smakelijk, Joltje. Maken. Voor Jax. Voor Jax. Jax die is bijna 4 maanden, maar het consultatiebureau en de fysio hebben ons geadviseerd om het gewoon alvast een keertje te oefenen, te proberen. En dus we gaan het gewoon een keertje proberen. Cooking time! Klein beetje vocht erbij. En natuurlijk super veel over, dus deze zet ik even in de koelkast. Nou Jax, gaat het gebeuren? Ik ben heel benieuwd. Die mondje met open. Helemaal open doen. Is het lekker? Is dat dan? Is het lekker? Oh, ja, dat dacht ik al. Nou, gaat het wel proeven. Kijk maar. Oh, je eet veel liever eet je gewoon je slaap erop. Ah. Zo doe je dan. Ah. Zo, zo doe je dan. Ah. Veel gefocust op de camera. Ik heb een mooi. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Weg. Oh. Ga je heel voorzichtig proeven. Ja. Goed zo. Is het toch wel lekker? Lekker hè? Ja. Zie je, hij moet het een beetje leuk vinden. Je moet het een beetje leuk maken voor hem. Goed zo, Jax. Wat een grote man ben jij. Dat doen. Ja. Bij jou deed het ook, maar toen was je veel ouder. Hij is al hartstikke klein. Zo, we zijn lekker onderweg naar vrienden van ons. En we gaan eventjes, hallo. Oké, daar ben ik. We gaan even barbecuen. Even het halve land doorrijden, want ze wonen best wel ver. Er is ook een vriendinnetje van Yola daar.
Jolie die zit in haar DS. En Dexie is ook gezellig mee. En Jax. En die is lekker aan het slapen. Achter. Aan het bijkomen van zijn wortelhapje, denk ik. Dat je zijn after dinner dip. Zijn after dinner dip, ja. Zijn after dinner dip van 3 hapjes. Kijk of iemand kan raden waar we zijn. Aan de brug. Vast wel. Vast wel mensen die hier wonen. Alhoewel ik geen huis in de buurt heb. Toch zou ik wel hier willen overwegen om zo ver af van alles te wonen. Als het in zo'n huis is als waar zij hier wonen. Ik denk dat ik dan de bewoonde wereld wel een beetje zou gaan missen hoor. Ik waarschijnlijk ook wel. Maar je hebt er wel echt wat voor terug. Ja, rust. Rust, dat is eigenlijk voor jou perfect. Dat zou ik het lekkerst vinden om gewoon net even een kwartiertje buiten de stad te wonen. Een half uurtje. Dat je de drukte op kan zoeken, maar ook rust hebt gewoon. Helemaal los. Je steelt de show, joh. Je steelt de show. Dat is echt goed naar mij. Ja. Je staat ook in mijn afspeellijst. Ja. Zo, we zijn weer thuis. En het is maar goed dat het vakantie is, want het is heel, heel, heel erg laat. 1:15. Ja, maar de kindjes hebben geslapen in de auto. Kijk je dit nou weg hier? Ja, zo schattig. Maar nu gaan we snel verder slapen, hè? Ga je op de bank verder slapen? Ga je nog wel even naar bed toe, schat? Ik ga hier even alles regelen. Hartstikke bedankt voor het kijken. Niet vergeten te abonneren. Dankjewel. Tot snel. Rock that joint.